Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij de allereerste aflevering van ons nieuwe project. We gaan Pokémon Legends Arceus doen. Ik heb nog geen perfecte titel bedacht, dus dat staat allemaal al klaar, zeg maar, bij jullie in de titel. Maar ik heb het op dit moment nog niet bedacht. Wat wij nu gaan doen, we hebben allebei drie typings nodig van de Pokémon die wij mogen vangen in dit project. Dus dat is wat we eigenlijk nu gaan doen. We hebben de regels ook nog niet echt helemaal doorgenomen, maar we gaan in ieder geval gewoon doen. Dat komt later in de aflevering. Dat komt later inderdaad, in de aflevering. Oké, wil je als eerste of als tweede? Ik wil wel als eerst. Oké, dan is deze type voor jou. Oké. Wat wordt het? Het wordt... Psychic! Oké. Oké. Oké, nu gaan we voor mij eentje doen. Ja? Ja, maar heb je niet Psychic zomaar gedelete? Die heb ik gedelete, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik kan. Oh, nee. Oef. Rock voor mij, oké. Okay. Rock is op zich gunstig. Dan, als je Ghost had gehad, dan had je hem mogelijk niet kunnen hitten namelijk. Dus, Jawel, want ik kan gewoon... ik begin met Cyndaquil dan. Die wordt een Ghost Pokémon. Dus oh ja. Ik had liever Ghost gehad. Deze is dan weer voor jou. Psychic. Dark. Wel een vette combi op zich. Dan kan je ook met Oshawott beginnen. Ja, oh dat is wel fijn. Dan is de volgende weer voor mij. Ghost. Oh, Fairy, ik wil Fairy. Nice. Fairy. Rock en Fairy, oké. Diancie, je hebt zo'n Diancie. Ja, ik heb zo'n Diancie. Oh nee, die is niet dark. Dat denk nee, is een Carbink. Oh. En jij hebt Poison erbij. Poison. Psychic, okay. Dark en Poison heb jij. Best wel grappige types. Ja. En ik heb Rock, Fairy en... Geen ground. Oh nee. In nou toch weer die ghost, hè? Maar niet helemaal. Rock Fairy nou... in ground. Wauw. Yeah. Ja. Ik heb rock en ground. See! Ik heb een mening over jou in drie typings, laat ik het zo zeggen. En die mening is misschien niet al te positief. Nee, precies. In ieder geval, veel plezier met de aflevering. Wij weten nu onze types. Dus we zien jullie zo. Welkom terug. Het is nu een paar dagen later en het is nu tijd om eindelijk met de game te gaan beginnen. Zoals jullie net hebben gezien, hebben wij drie van die typejes gerold. Sander die heeft Poison, Dark en Psychic type. En ik zelf heb Ground, Rock en Fairy type. Dat zijn dus de enige types die we mogen gebruiken. Met de shiny regel is ook dat we alleen maar shinies mogen gebruiken die in onze type groep vallen. We mogen elke Pokémon van die types die wij hebben zeg maar één keertje gebruiken, behalve bij shinies. Dat is dan zeg maar de shiny regel, dat je hem met een shiny meerdere keren kan gebruiken. Eigenlijk mag je gewoon, stel even een goed voorbeeld. Sander heeft een Murkrow, dan mag hij een shiny Murkrow vangen. Maar als hij later weer een shiny Murkrow vangt, mag hij gewoon weer een shiny Murkrow gebruiken. Dat is dan de OP idee, zeg maar, van, het hebben van een shiny. Verder is het nog even belangrijk om te vertellen, we moeten natuurlijk alle quests doen. We doen alle quests tot Folo. Alles wat je daarna unlockt, dat hoef je niet te doen. En ja, wie het eerst al die quests gedaan heeft, die heeft gewonnen. Mis ik nog iets meer? Je mag natuurlijk zoveel mogelijk Pokémon vangen. Je mag gewoon elke Pokémon maar één keer gebruiken. We moeten een beetje proberen, maar dat ligt een beetje meer aan ons, Sander. Is dat we Pokémon's die we mogen gebruiken in de laatste box zetten. Zodat elke Pokémon die we vangen, die komen altijd bij de eerste box zeg maar erin. Dat die niet overlappen met de Pokémon die we ook echt mogen gebruiken. Op zich, ik kan op A drukken. Ben jij er klaar voor om te gaan spelen? Dan druk ik op A. Ik heb hem op Engels gezet.
Het is echt raar, want ik heb dit spel pas natuurlijk maar één keertje vanaf het begin gespeeld. Dus ik heb echt geen idee. Ja. Dat is wel echt, echt raar. En de eerste keer dat wij hem speelden, waren wij bij elkaar. Zo lang geleden eigenlijk. Dat klopt, ja. Dat klopt. Het zijn hele lastige quests. Ik probeer... ik ben die guy. Het is wel zo'n... in principe is het wel zo'n race, dus op zich... Ja, dat is jawel. Waar. Maar ik denk dat die ene seconde niet heel veel gaat uitmaken. Doe ik nu vet veel moeite voor mijn naam. Dat was iets minder slim. Yes, I am Gaming SB. Ik had mezelf gewoon A moeten noemen. Dat was veel sneller. Of Q. Nee, en wel. Zo erg is het nou ook. Nee, dat is dit waar. Is niet zo'n map randomizer ring bingo. Ik wil op A blijven drukken. Seek out all Pokémon. Laat me gewoon beginnen, gozer. Jij bent waarschijnlijk echt al lang begonnen, of niet? Nee, hij is mijn Pokémon. Het zijn mijn Pokémon. Mijn poppetjes ogen aan het openen. Van mij die valt het niet beneden. Nu wel. Not the telephone. Neem mijn telefoon. Rotom, nee. Ik zal je missen, Rotom. Yo, vuurwerk? Ziek. Ik hoor geen sound trouwens voor de mensen. Dus. Oké. Dat heeft te maken met dat als ik dus wel sound hoor, dan hoor ik het dus een minuut te laat. Een seconde te laat. En die seconde delay is intens kut. Nice. Ik zit even te denken, Sander. Zijn er... Ja, mag ik volgens mij... starter gebruiken? Dark, is dat even niet Oshawott? Ja, Oshawott. Fighting ja. is... Rowlet. Rowlet. Ja, volgens mij mag jij niet fighting. En ik wel. Ja. Oh, jammer. Cyndaquil's Ghost. Ja. Wake up! Ik zie ook van die starter rings. Die zie ik ook. En een rare man. Is dat Levington? Was het Levington? Ik weet het niet eens. Yo, I do be waking up. Wake me up before you go. To Asian City. Na. Where are you? Ik. Nah. Oh, dat deed ik ook zo lang om daarop te antwoorden. I doubt it. Kijk, die ging snel. Ja. Ja. Survive. I am. Oké. Meneer. Ik heb een bond with all those Pokémon. Laat me nou gewoon vangen, bro. Ik wil gewoon naar Jubilife Town. Ja. Je moet ze alle drie vangen toch in het begin, was dat niet zo? Ik denk, jij bent nou veel verder, maar dat valt nog wel mee. Als jij ook nog niet bij te vangen bent. Nee. Game is bad, he likes the ring of it. Nee. Zei je dat bij jou ook? Weg. Player. Geen idee, vast wel. Dat is niet hoe dat werkt. Nee. Wat is het rank? Is er geen rankknopje in? Waar zijn die bitches? Oh jawel. Ja, ik zag het staan. Hoe zijn die? Altijd als je deze game speelt, dan komen er altijd dingen over bitches en zo. Ik zie alleen maar Arceus wonen hoor. Investigate. Okay. Investigate naar... de art. Dat hoorde bij de cutscene. Nevermind. Resembles a phone. Ja, it does. It's crazy. It does, ing. Echt even wennen, maar ik vind het wel meteen weer vet of zo om te spelen. Nee, volgens mij... Echt voor mij... Wacht, is... Ik weet niet wat rennen is. Hey, vuile Levington boy. Geef hem pokeballen. Hij ziet er heel bang uit. Bij mij. Mee verder. Ik zie zo'n Rowlet ding. Ik loop nu al achter. Altijd. Dat moet ook. Oh, Rowlet! Hey! Nee. Ik zie ook zo'n Quilling met Sinta ervoor. Warning the Oshing.
Yeah. Ik wacht nog op de Blaming the Drift. Maar was het Drifting the Blame? Volgens mij was het Blaming the Drift, toch? Ja. Ik dacht Drifting the Blame, maar dat was niet. En toen had ik probeer mijn TikTok nog verkeerd genoemd of zo. Of mijn file of zo. Dat weet ik nog. Toen dacht ik, kut. Klopt. Ook op die toon precies, echt. Ja. Laat me nou gewoon catching the pokeballings. Ja, ik weet het. Mag ik ook gewoon? Ja. Oké. Ik wil nu al van die flyballs. Of hoe heet die balls ook alweer? Huh? Hoezo kan ik niet? Oh, wonderful. Balls. You caught the Pokémon. Ik was veel te snel, joh. Ik had de tweede ook al op pokeball gegooid. Heb ik die nu? Nee. Wauw, wat flauw. Wat een gemeen ring, ring. Zeer flauw, ring. Ja, die heb ik al. Ik zie zo'n Quillings Rowlet vinden. Ik weet niet waar Rowlet is. Oh, daar, daar. Yo, Cyndaquil ontsnapt, ding. Wat een vuile bitch. Oh, die van mij gaat ook ontsnappen. I'm afraid it can happen. It's not always 100% catch rating. Vind ik jammer. Yo, hij gaat alweer niet. Oh, hij gaat nu wel jammer, zitten. Ja. Hij deed wel zo'n high shake. Ik moet dus nu een starter kiezen. En zodra ik die starter heb... Ja. Het is trouwens een Nuzlocke, hadden we dat al gezegd? Ja, ja, misschien in het voorstukje nog. Ja, nee. Maar het is wel een Nuzlocke. Ja. Yo, Arceus foam, what the freak is dat? Denkt die guy. Die guy snapt dat niet meer. Vandaar dat we ook drie types hebben gekozen, zodat we wel gewoon een ruime hoeveelheid kunnen. Ja, en dat het niet te makkelijk wordt, zeg maar, dat je elke Pokémon... Want dat is ook niet leuk. Maar jij kunt altijd kiezen, echt waar? Ik kan echt lang niet kiezen, ik zit echt dik in de cutscene. Oh. Nee, ik kan nog niet kiezen, maar ik wou ergens heen met dat verhaal. Ik wou zeggen van, het kiezen van die Pokémon zometeen, dat maakt voor mij niet uit. Zodra ik een Pokémon heb die wel binnen mijn type range valt, zeg maar, ja. Moet ik toch gaan switchen. Dat klopt. Ja, let us pass. You shall not pass, zeggen ze dan. En dan zeg ik, ah, fuck jou, man. En dan zeg ik, fuck jou. En dan, yeah, iedereen blij. Yo, dit is de gate. Volgens mij ken ik deze gate. Dat komt omdat ik deze games eerder heb gespeeld. Oh, is dat het? Nee, fijn dat je dat er wel... Jij denkt, oh nee, he has unfair advantage. He knows where the gate is. Snap ik ook wel hoor, dat is wel intimidering. Inderdaad. Intimidering. Dit voelt een beetje als een walk of shame. Komt later ook nog wel. Oh, spoilers! Oh nee! Iedereen... Mm-hmm. Maar... Spoiler alerting. Nou. Weet je in welke quest ik echt zin heb? Wailing the Wisps. The Wisps. Oh, maar die is echt kut. The Wailing the Wisps. Dan moet je al die Wisps. Mm-hmm. Oh, dat klopt, ja. Dat is inderdaad het idee. En die gaan we ook echt doen. Ah, dat vind ik kut. Ja, oh, natuurlijk. Weet je wat ik ook kut vind? Mijn leven. Nog ja, wel. Nou. En dan heb je hem nog niet eens geleefd zoals ik mijn leven leef. Dat klopt. Oh. Deze ja, bitch, nog verder. Ik moest mijn oplader halen, want mijn laptop deze... Met zijn groene snor, ik ben bijna leeg. Nou, zo vond ik het niet. Ja, heb je goed gedacht, ik. Dat dacht ik alweer. Oeh, is dat nou Dawn of the Jungle? Ja, dat is Dawn of the Jungle. Dat zie ik. Ja. Ik heb dus... Het was een mistake. Veel te veel tekst.
Akari? Oh, dat is helemaal niet Dan. Waarom heb ik niet Dan? Oh ja, ik was Dan. Aan het spammen. Toen was ik ineens een guy. Ik had veel liever Dan willen zijn. Dat heb ik niet vaak, maar bij deze game wel. Hier, Dan ziet er zoveel leuker uit. Nou, dat klinkt raar. Dat kun je net eruit knippen? Dit is zo'n hentai. Anime, hentai is hetzelfde, toch? Jij gaat zeker zo'n tentacle vangen. Ja. Je gaat zo'n tentacle vangen. Ik bedoel, weet ik niet. Als het moet voor de quest. Volgens mij moet het wel voor een van die quests. Nee, oh, dat mag trouwens. Voor jouw team, man. Dat mag, ja, dat mag gewoon. Jij mag van die poison types, ja. Yeah. En je mag eventueel ook een Frillish? Of niet? Oh nee, die is ghost. Ik mag ook zo'n Poochie en... Oh, wacht, die zit in deze class, maar die is ghost. En Sea King, zelfs al zou die in de game zitten... dat klopt. Had hij ook niet gemogen. Mag je hem niet. Ook niet Hisuian Sea King. Zit niet in deze game. Die bestaat niet. Oeh, ik mag wel Hisuian Growlithe bedenken. Oh ja. Wow, die landen echt pas laat. Oké, okay, Sander, ik bedenk me nu een regel. Dat lijkt me best wel vet. Wat is de regel? Eerst horen dan. Moet jij eventjes... Dan moet je mee eens gaan. Stel, iemand is al zijn Pokémon... Al zijn Pokémon kwijt. Dan zou... En er zijn ook geen Pokémon meer die hij kan vangen om verder te gaan. Dan kan je alsnog gewoon je save-file houden. Alleen dan moet je gewoon een shiny Pokémon vinden om verder te gaan, zeg maar. Maar deze games zijn... En dan wel van je eigen type ook. Dus dat je nooit, zeg maar, helemaal af bent. Dan ben je, zeg maar, nooit helemaal af. I guess. Volgens mij ben ik best vaak gewiped out in deze game, de eerste keer. Maar... Ja. Of je mag kiezen. Kijk, als je straks ver bent, dan is het misschien wel de moeite waard. Dus dat je of opnieuw opstart... Of gewoon een shiny van jouw type probeert te vinden en daarmee verder. Ja, dat kunnen we wel doen. Dat je mag kiezen. Dat vind ik wel een goeie. Ik heb een huis, kaboom. Ja. Ja. Kijk, nu zou ik ook gewoon kiezen voor... Oké, ik start de game opnieuw op. Alleen ja, als ik straks, weet ik veel... vier uur in heb zitten... Dan vind ik het al de moeite waard om misschien toch gewoon te gaan zoeken. Ook omdat het in deze game helemaal niet extreem moeilijk is om shinies te vinden. Alleen is het wel handig om die vogel te hebben. Ja, die krijg je maar pas die het ijs. Maar die krijg je best wel laat, of niet? Het staat van de ijs. Ja. Oh, wat gebeurt er nu? Dikke time rift. En het ijsje van de stad. Hey. Oh, Widoof, we zijn helemaal gewoon gesolinkt, Sander. Widoof en Beedarrel. Oh, je favoriete Pokémon was zelfs in beeld. Favoriete Pokémon. Oh, shout-out naar Simon. Moest ik nog van hem doen, trouwens. Oh ja. Even context. Oké. Okay. In mijn context, video. En dat vind je gewoon te kunnen. Simon benaderde me net voor de opnames. En en toen was het zo van... Yo, als je mijn Milan op gaat nemen... Doe wel even shout-out. Want ik zat laatst in een van zijn video's. En van die avatar lockings. En ik zat dus eerst na te denken van... Huh, je zat in een... Toen stuurde dat die... Klopt, ja. Die Pokémon video of zo... Daar weet ik niet wat de avatarlok is natuurlijk. Nee. Nee, maar... En toen dacht ik zo... Oh, hij bedoelt natuurlijk dat ik die foto had gedaan. Dat vind ik weer leuk, dat hij dat weet. Ja. Yeah. Dat komt omdat ik hem bericht Ja, maar dan moet ik nog een shout-out doen. Reclame. Hij stond ook al boven in de beschrijving, maar... Ja, en gewoon in mijn video zonder dit te overleggen. Dit vind ik wel pijnlijk. Nou, ik had het niet gedaan als ik niet aan Simon dacht. Maar ja, jij Sander, trouwens. Hint ervan, yo, dat is Simons favoriete Pokémon, hint. Dus, hij is schuldig de bult. Dat klopt. Maar, Sander, ik mag... Cleaver is toch een rock Pokémon? Maar hij is ook een bug Pokémon. Die wil ik wel echt gebruiken. Die mag ik niet, daar niet van, maar het is wel zo. Ja, maar hij is een rock Pokémon. Nee. Zegging? Mag je niet ook die guy, die Everlurk? Mag ik Overquill? Ja, Everlurk. Maar mag ik Overquill? Growlithe. Ja. En zijn Fortnite. Jij mag Overquill. Dit
ziet er echt niet uit. Ik heb nu net die satchel omgekregen. Maar met die... Wat zit er nu? Oh, inderdaad. We lopen echt gelijk, Sandering. Niet normaal. Wie, waarom? Oh, dit gepraat. Dit was waarschijnlijk de eerste aflevering. Dat zeg ik vaak de laatste tijd. De eerste keer dat ik het speelde, was het waarschijnlijk echt heel vet met al die story. Maar nu? Ja. Nu denk je echt van, laat me rusten. Ik ben echt dark de lezing. Lezing is zo'n Engels leenwoord trouwens, hè? Ja, ik ben zo'n Pokémon. Of leasing is het volgens mij officieel. Dat klopt. Als je wat? You coming with me, Ying. Ik was zo'n speedrunner met Orchard. Wat is dit dan, dit is... Shine... Dit is zo'n Shite Sprite... history. Nah. Weet ik niet. Nee, is, nee, in Odyssey stond ik ook voor, want in Sand Kingdom kende ik namelijk een aantal speedrun tactics, dus. Toen zei je ook nog van, joh, jij gaat Odyssey nu echt winnen. Nee, want ik was kut in Forest. Ja, niet zo te zijn. Daar had ik eventjes meer research naar moeten doen, maar dat deed ik niet. Nee, dat bleek. Maar ik zag... Oeh, ik krijg Pokeballs. De Nuzlocke is begonnen, Sandering. Alleen heb ik nog geen Pokémon. Ja, Rowlet, man. Dat is alleen voor de time being. Je kunt toch ook zo'n rol doen? Ik snap er echt niks meer van. Oh. Ja, je kunt zo'n rol doen, maar... Zo'n rock'n'roll? Ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Weet je zeker dat in deze game of kan dat niet? Nee, volgens mij is dat... Ja, die heb ik nooit gespeeld. Ik weet niet hoe ik daarbij kan. Dat is Volo. Boyo, Cynthia is hier? Kut, joh. Volvo, ja. Die auto. Volvo. Hij heeft toch zo'n... zo'n ja, en daarna Gertina, nog een keer Tina, volgens mij. Een andere Giratina. Of nee? En daarna met ja, die heeft hij ook. Daarna Gigantamax Giratina. Ja, en Dynamax, Gigantamax. Ja, die had ik al gezegd. Oh shit. Oh, toch? Je hebt ingehaald, ding. Ja, kut. Ik ben zo'n Pokémon meester samen. Gestuurd! Dat is toch zo'n normal Gem Wonner, ik hoor het alweer. Ik speel met zo'n Gem Wonner. Togepi. Doei doei, loser boy! Dat willen we niet. Wordt dat niet later zo'n Togekiss? Net als Cynthia een Togekiss heeft, zeg maar, aan het eind. Yo, leveling up, new movie? Ja. Yeah. Maar, oh, Jankai kende alleen Gust dan. Maar die kende alleen Tackle, dat is echt kut. Ja, maar... Ik wil zo'n Modern Time. Alleen Gust, ding. Maar jou was wel sterker, want jij hebt mij ingehaald. Terwijl maar ik stond ook voor, dus misschien dat jij zei... toen jij zei Togepi, ik zei bijna Torchic. Jij zei, je maar Togepi, toen was hij misschien bij jou al even op... Of was hij pas net in beeld en bij mij eventjes al? Net in beeld. Nee, toen zei jij nog van, joh, je hebt me ingehaald. Nee, maar toen was hij al bij mij misschien even op beeld. Dus eigenlijk waar dat op dat weet ik niet meer. I'm going to the grasslands obsidian dingen. Ik dacht zei ik dus vanochtend ook toen ik in de trein zat. Ik reisde samen met iemand en toen zei ik, yo, we going to. En toen zei diegene dus ook Ibiza, maar toen zei ik nee en dan in zijn plaats hier waar mijn school staat, zeg maar. Nou, leuk verhaal. Kun je verder niks mee? Mm-hmm. Voor de rest van de dag het kut niet in mijn hoofd. Nee, valt op mij. Nee, dat klopt. Maar gelukkig heb je van wel even water. Nou, hij doet het dus weer, hè? Hij doet het gewoon weer. Maar een andere guy wist er ook van. Want ik liep dus met mijn klas... Een paar uit mijn klas. Liep ik dus terug. Hij zag dat ik mijn flesje pakte. Toen zei hij, ik denk niet dat hij het doet. Toen zei ik ga het gewoon proberen. En toen deed hij het wel. Heel ziek. Yo, is dat zo'n Bidoof? Ja, hij zei wel... Nee, dat zei hij niet.
Ik heb dus een keer een clipje gezien van iemand. Die was hier dus ook. Eerste Bidoo. Wacht, moet ik nou eerst tegen haar praten? Ik wil speedrun tactic doen. Meteen pokeball, maar... Nee, oké, okay, niet interessant. Okay. Wat? Sorry? Gewoon straal genegeerd. Ja, die eerste Bidoo was shiny. Ja, nee, het is nou al genoeg. Ik dacht dat het verhaal was. Reageer ik er niet op? Ja, maar jij reageert er helemaal niet op. Nee. Al lang, joh. Ik heb een Bidoo gevangen, kaboom. Nee. Val mee. Starling. Catch a Starly, maar Sander, die mag ik ook niet gebruiken. Eigenlijk was Normal een hele gunstige type. Nou, nee, denk ik niet trouwens. Water. Ja, en qua hoeveel... water, ja. Water type had gunstig geweest. Waar is... Oh, daar. Hier. Dat feestje. Is dat. Kut, sorry, hij ziet me. Dus moet ik nog met hem vechten. Ja, hij zit niet in één keer. Oh! Dat is wel slim. Tegen zijn rug. Want to go. Dat is zo'n Shinx. Die moet je sowieso bevechten, toch? Dat is zeker slim. Volgens mij wel. Yo, Dawn. Akari, ook goed. Ja, ik weet het. Berries. Ik weet hoe dit werkt. I know, I'm smarting. Ben jij smart? Oh, dat had niet eens gehoeven. Oh, wat zonde, Ing. Oh, dit wordt wel kut, die Shinx. Ik met mijn... Voor mij ook, met mijn flying type. Met mijn water type. Maar ik ben ook grass natuurlijk, hè. Dus ja, maar mij niet. Ah, ik kan toch niet. Niks, hoop ik. Ja, ik weet het. Oh, maar je moet hem vangen, zegt hij. Oh nee, toch niet. Ik weet het niet meer. Ja, je moet vechten tegen die bitch. Ditsige bitch. Ik weet niet of dit werkt. Ik hoop het. Fuck. Wel leggen. Ik had hem eerst moeten verzwakken. Dus toch. Oeh, ik kan nu leave. Je hebt hem al. Ik wist het. Ik had hem eerst moeten verzwakken. Maar ik wilde dus voor die speedrun thread gaan door gewoon een pokeball in te gooien. Ja, ik heb hem nog niet verslagen, hoor. Ik moest hem vangen. Dan moet je hem vangen. Kut, nice. Hij is nu dood. Ja, sorry. Maar het is wel zo'n race. Zo'n speedrunning racing. Weet je wat ook nog een probleem wordt? Ik spam dus A, zeg maar. En wat daar dus het gevaar van is, is dat je niet weet wat je moet doen. Ja, dat is kut. Mm-hmm. Want ik heb deze dus ook, maar... Photograph! Dat gaat met die quest nog wel eens fout, denk ik. Zo. Nou, die kan voor de thumbnail. Nice. Thumbnailing. Thumbnailing. Because I'm thumbnailing it. Kaboom. Kaboom. Wat een kutgrap. Maar wel een leuke kutgrap. Gelukkig zeg je dit zelf ook. Hey Leventon, je bent zo'n coole boy. Where the grass is green and the girls are... Oh nee, het is een city, hè? Nog. Of het is nog geen city. Jubilife, het is die Jubilife Town. Village. Nee. Dus het is Jubilife Village, where the grass is green and the girls are privileged. Rijmt dat? Telt dat als rijmen? Dat betwijfel ik. I do be betwijfeling. Vanaf nu wel. Yo, Celine, hoe gaat het met je? Jij bent zo super goed, hè? Ik heb 3 van die Pokémon in gevangen. Yo, ik heb... Echt, hoor. Ja, en ik heb nu een uniform. Jij bent zo'n Pokémon meester. Use the mirror. Wojo? Heb je die gestolen? Mirror of Airset. Waar ken ik dat van? Oké. Okay. Het klinkt bekend. Vraag me af of je het kent.
Waar is het van? Zeg het maar. Als ik het ken en jij het niet kent, dan kan het maar ergens één van één ding zijn. Dat is niet waar. Harry het kan Potter van twee dingen zijn, maar het is niet voetbal. Ja, repottering! Kabooming! De trots. Wacht. Use the mirror in your quarters. Oh, wat een lelijke sandalen. Waarom heb ik die aangedaan? Dat was de grootste fout van mijn leven. Weet niet. Ja. Ja, en jij maakt nogal wat fouten. Ja. Nee, mijn geboorte was de grootste fout van mijn leven. Ik heb nooit geboren mogen worden. Nou, daar kan jij niks aan doen. Hè. Dat is niet jouw fout. Dat is niet jouw fout. Daar kan jij niks aan doen. De mensen die het wel wat aan kunnen doen, wel erg kwalijk. Want waar moet ik nou weer geboren worden? Dat kan me voorstellen. Dat is toch voor de wereld ook niet leuk. Echt hoor. Nou, dan is het tenminste nog één lichtpuntje. En dan bedoel ik niet Chucky. Bedoel ik niet die Lantern. Die heb je nog niet, hè, in deze game. Ja, je moet die schoenen misschien ook wel gewoon aandoen. Oh, moet ik schoenen aandoen ofzo? Ik had die schoenen wel meteen aangedaan. Nee, dat snap ik, want ze zijn tyfus lelijk. Geen schoening. Maar ik ben al bij KMOO. Ja. Zo. Ja, daarom moet je dus don zijn. Dan kun je gewoon van die ogen hakken, denk. Nee, dat is niet waar. Ik ben bij KMOO. Ik van die lelijke schoenen aan. Oh nee, dat is zo'n Pokémon. Oké, gefeliciteerd. Dankjewel, Ink. Gefeliciteerd. Moet ik straks ook eventjes de mensen boxen die ik niet wil? Nou, maar dat is speedrun. Zou ik doen, ja. Meteen releasing. Misschien meteen releasing. Heb je mass release in deze game? Volgens mij wel. Nee. Ja, nee, je moet ze wel. Je kan ze selecteren. Ik heb deze game dus ook. Alleen wel. Like legit. Ik heb deze game al even niet meer gespeeld. Dus. Ik weet ook niet meer hoe alle controls werken. Same. Ik dacht dus ook dat je kon rollen. Kon duiken. Don't burring. Blijkbaar niet. Nee, dat is volgens mij. Ja, ik dacht dus hier ook. Breath of the Wild. Want ik dacht dat het sneller was dan lopen. Oh, dat moet je niet zeggen, Sander. Straks kan je wel en dan. Dan heb je jezelf verneukt. Verneukting. Huh? Deze man heeft de snor. Welke man ben jij? Oh. Ja, die Como gast. Oh. Leuk. Een pittig grote snor. Ik dacht dat je die guy met die groene snor bedoelde. Ik ben inderdaad Milan Eng. Nee, Athene? Deze heeft een totaal grote snor. Dat kan ook. Ah, bijna hetzelfde. Yo. Ja, dan word je neergemaaid. Ik ben aan het vechten met Kamado. Hij deed zo'n karate chop, fighting type, super effective. Want jij bent zo'n normal type. En toen lach je. Feint het. Ja. Jij bent niet zo'n normal type. Jij bent psychisch in je hoofd. Ja. Nee? Dit was de laatste aflevering, jongens. Bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk om erbij te zijn, maar dit gaat me te ver. Ik ga wel naar Simon. Simon ging helemaal vragen hoe het ging en zo. Dus. Maar ja. Jawel. Dat. Nee. Hij deed het letterlijk. Dat zal hij nooit doen. Maar. Ja, niet zo. Nee, ik denk dat hij hier oprecht. Nou ja, dat is. Dat, ja, dat maakt ook niet uit. Is niet voor de video. Maar. Ik denk dat hij het wel oprecht goed bedoelde. Oké. Nou, dat is hij had fijn. Het ook niet goed kunnen bedoelen. Ik heb zo'n Pokédex. The Basic of Crafting! Ik wil deze ik aflevering gaan beëindigen, Sander. Ja, schiet ik zit op midden in de cutscene. Mag ik deze cutscene anders afmaken dan? Doen we volgende aflevering wel de boxing. Ah, wat kut. Ik zit ook in een cutscene. Met oh, deze guy wil zo'n wormpool. Ja, dat weet ik nog. En blonde haren, kibum. Als jij uit cutscene bent, zeg je dat dan? Frick. Dan zeg ik dat. Ik zit ben uit net tegen die.
die vrouw te praten van mijn partner. Jij ook? Hoe deed je dat ook weer? Multi-select. Maar ik kan ook best wel halverwege mijn cutscene stoppen hoor. We gaan toch nog een aflevering opnemen. Wacht even. Release. Oké, ik weet even niet meer hoe je meerdere Pokémon tegelijkertijd doet. Maar ik kan eventueel stopping. Ik ook. Ja. Bedankt voor het kijken van deze eerste aflevering. Vonden jullie dit nou leuk? Doe een duimpje omhoog. En ik zie je graag bij de volgende aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle. Adios, amigos.